Wat zijn het voor eenden die nou, u hebt zitten daar? Die grote die daar loopt, die witte, dat is een bergeend. Dat is een bergeend. Die, en die nu in het water zit, dat is een fluiteend. Die fluit. Oh, ze hebben bijna geen eten meer. Dat had ik even moeten vullen. Dat is toch jammer. Er zitten misschien mensen van het Wereld Natuurfonds te kijken. Die... Pak je toch even door de mand nou ineens, hè? Ja, dan komen die honden weer. Nou, dat geeft niet. Maar u zei, het zijn fluiteenden. Hoe moet ik me dat voorstellen? Doen ze echt dat ze de lipjes tuiten? Ja, nee. Ze gaan, maken de snaveltjes open en dan... Wat geluid daar? Dus het lijkt een beetje op fluiten. Daarom heet het een fluiteend. Even. Laat maar even horen dan, dat je niet kwakt. Kom dan. Nou, eentjes kwaken toch al. Oh. Maar deze fluit. Ja, dat bedoel ik. Maar ja, deze doen nou niks. Nee. Ik ben bang. Maar normaal, wat is het geluid wat ze normaal maken is? Ja, dat is het. Zij lachen er niet bij waarschijnlijk. Dat doen ze. Ja. Dan gaan we even verder kijken, want u hebt nog veel meer beesten. Zal ik eens wat laten zien? Laten ik hoop tenminste dat het lukt. Wil u wat laten zien? Want meestal rennen... Kom maar, ga dan rennen. Kom maar, kom maar. Blackie, kom. Kom maar. Ik ben er niet ondersteboven van deze truc, als ik eerlijk ben. Mevrouw Schrijver! Mevrouw Schrijver! Mevrouw Schrijver! We moeten er vandoor. Jammer is dit. Het ging zo goed, hè? Het zijn maar bepaalde momenten van, de dag dat ze goed is, die schrijver. Hè? Het is zo, ik zou maar zeggen, tussen 19:30 en 20:00. Dan is ze op de best. Dit is een slechte tijd voor Loretta. Ik zeg, we moeten niet 's middags gaan, dan redt ze. Ah, leuk. Heb ik ze leuk was dat. Ja, dat was heel leuk met die bord. Dat zie je niet veel. Nee, dat zie je niet veel, dit soort. Is het bijzonder. Ja. Kijk, ja. En nou komt Blackie ook dichterbij. Ach, wat leuk. Gezellig. Wat leuk. En heeft u ze dat zelf geleerd allemaal? Ja. Ja. Loretta, we zitten hier nou even met de honden. Want het leuke is, dat vertelde je net ook, dat de honden kennen ook heel veel trucjes. Natuurlijk leuk ook in verband met het programma met de Animal Tricks. Om even, want jij hebt ook dieren die leuke dingen kunnen. Ja. 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 Nou, die gaan we even bekijken. Snoet, kom hier. Als voorbeeld voor u thuis ook. Snoet. Die denkt van, oh, dat kan mijn hond ook. Snoet. Kan u insturen natuurlijk. Snoet. Kom. Snoet. Zit. Ja. Zit. Ja. Zit. Ja. Zit. Ja. En Schobby ook zit. Braaf, braaf. En balletje, hè? Balletje. En blijf. Blijf. Kijk, dan gooi ik het balletje. Blijf. Blijf ze zo zitten. Nou, ik wil die nou nog wel eens andere honden zien als je het balletje gooit. Nee, zit, zit. En ga maar pakken. Nee, balletje pakken. Zoek balletje. Zoek balletje. Ik heb er misschien nu iets te lang over gedaan. Ik kan het korten. Kom maar hier. Nou, toch wel. Moet ik het nog een keertje doen? Is het niet te veel moeite? Het ging zo snel. Ik denk dat de mensen thuis het misschien niet goed konden zien. Je kan het natuurlijk wel in het, op zo langzaam afdraaien. Maar het is mooier als we het misschien nog een keer live zien. Hè? Dan moeten de mensen maar thuis goed opletten of het zelf opnemen. Dat u het terug op uw gemak terugkijkt. Dat ik denk, wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Kom hier, kom maar. Kom maar. Heel veel mensen denken dat. Veel mensen denken dat op het moment dat het gebeurt, dat RTL overschakelt op digitaal. Die denken, dit is het moment dat ze op digitaal overschieten natuurlijk. Dat de schotels ermee uitscheiden. Ah. Ik wil het nog één keer snel doen nou. Ja, nou niet te snel. Want dan zien we daar niet wat er gebeurt. Schotje, kom hier. Schotje, leg nou dat ding eens weg. Is dat de schotel van de satelliet? Ja. Ja. Ga zitten. Zit. Zit. Moet zit. Opletten. Zit. Ja. Goed. Balletje, hè? Balletje. Nee, Schobby! Kom hier. Kom hier. Ik ben vergeten te zitten.
zitten blijven. Ja, ik wou het nog tegen u zeggen. U vergeet te zeggen dat ze moeten blijven zitten. Ik wou het nog tegen u zeggen. Nou, nog één keer, snel. Ja. Zit. 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 Zit, dat hebben we, ja. Blijf. Blijven zitten. Blijven blijf. Zitten. Blijf. 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 Blijven zitten. Blijf. Ja, pak hem maar. Ze zijn alweer terug. Zoek, zoek. Ze zijn alweer terug. Het gaat zo raar gesteld. Ze zijn alweer terug. Ongelooflijk. En heeft u daar lang over gedaan om ze niet te leren? Is Martin Gauws daarbij geweest? Hoe was zijn reactie toen hij dit zag? Die vond het erg knap.